Hebben tijdens deze optredens allemaal? Is er eens een keer iets geks gebeurd of dat er een keer weet ik veel, een basgitaar ontploft of weet ik veel wat? Ja, Gertje heeft wel een keer een bruine string naar zijn hoofd toe gekregen. Ja, nee, weet ik niet. Dat is helemaal niet waar. Ja, nee, het zou toch kunnen? Nee, nou, wel klein ding zoals snaren knappen en zo. We hadden wel een keer dat draadloos microfoon zat, dat opeens het NOS-journaal over de monitor hadden, over de boxen. Nou, dat was niet lachen. Dat zijn er altijd, ja, nou ja, niet lachen, maar misschien voor het publiek, hè. Toch weer de grappige dingen in de show. Ja, die vonden het schitterend. Ja, je verwacht het niet. Hé, hey, waarom hebben jullie opgegeven eigenlijk voor de Battle of Schoolbands om daaraan mee te doen? Tja, hoe meer optreden, hoe leuker. Het is natuurlijk wel heel veel promotie zit erbij. En ja, wel een competitie met een leuke prijs volgens mij. Ja, want jullie zijn dus onder andere ook gejureerd door Tim van Direct, Laura Fiji en dat soort mensen. Ja. Hebben jullie ook nog een juryrapport gekregen? Ja. Ja. Ja, er stond in dat we hadden wel een aardige performance, maar we moesten iets letten op de podiumkleding. Op de podiumkleding? Ja, we zijn vanmiddag in Amersfoort geweest, daar hebben we goed geld aan gegeven. Dus nou, komt nog dat. Dus ik ben heel benieuwd bij het volgende optreden, dan zien jullie er helemaal flitsend uit. Ja, dat is gewoon de bedoeling. Ja. Hey, ook op de Battle of Schoolbands site www.battleofschoolbands.nl. Daar kan je dus een clip van jullie zien, die jullie dus eigenlijk ingestuurd hebben. En je kan daar ook stemmen op jullie. En waarom zouden de mensen op jullie moeten gaan stemmen? Omdat wij volgens mij de jongste zijn. Ja. Van 16 jaar. Nee, 101 zijn de jongste. Ja? Zijn die jongen? Ja, denk ik wel. Maar in ieder geval wel een van de jongsten. En ja, wij zijn... We hebben een solo-gitarist. Echt top. Ja, we vinden dat we zelf al redelijk strakke nummers hebben. Jullie zijn gewoon de beste. Nou... Dat zeggen we niet. Oké. Okay. Hey, we gaan luisteren naar het tweede en laatste nummer. Welke track mag ik gaan opzetten voor jullie? Someday. Nummertje 2 is Someday You Don't Know.